games. Vandaag gaan we een command tutorial doen. Want ik ben van plan om een serie te gaan maken waarbij ik nu ga uitleggen over command blocks. Want persoonlijk vind ik het echt het leukste van Minecraft. Command blocks, daarmee kan je dingen creëren en kan je leuke dingen maken. En de aantal mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Dus daarom wordt maar schaal tijd dat jij het ook kan. Maar om eerst te kunnen met command blocks werken, moet je eerst weten wat commands zijn. Voor sommige mensen is dit al heel lang duidelijk. En hoeven ze, weten ze dit al lang en zo ze. De eerste drie video's niet hoeven te kijken, want die gaan alleen over commands. Dan zou raak je aan om naar aflevering 4 te gaan. Het kan ook zijn dat dat nog steeds ook begrijpt, maar in ieder geval als je. Nu ga ik eerst de commands behandelen, die het belangrijkste zijn. Nog niet de geavanceerde commands. Maar de eerste command waarmee ik ga beginnen is seshelp. Waarvoor is seshelp handig? Hiermee heb je een lijst van alle commands die er zijn in Minecraft. Maar er zijn geen 7 commands, er zijn veel meer dan 7 commands. Maar kijk maar, dit is pagina 1 van de 8. Maar hoe gaan we dan naar de volgende pagina? Dat staat hierachter. Hier staat seshelp, dan P, staat tussen van die haakjes. Dat betekent dat het een argument is. Argument. Dat betekent dat je het om. Help is zeg maar een command om aan te kondigen dat je iets wil zoeken. Met een command wil opzoeken. En page is een aanduiding om specifiek te zoeken. In dit geval welke pagina je bedoelt. Zo kan ik 6 help 2. Dan zoek ik de pagina 6 help 1. Werkt precies hetzelfde als 6 help. Want het is al bij pagina 1. Maar je kan zo kan je bijvoorbeeld geen 6help 9 doen, want zoals hij al zegt, 8 is ook zo'n pagina 8 is hoogste. Zo kan je dus alle commands opzoeken. Maar er is nog iets wat ik. Dit is eigenlijk de exacte uitleg wat je met help kan doen. 6help, dat wisten we al, maar alleen hier stond in die puntgaakjes. Hier staat in rechthoekhaakjes. Waarom hier in puntgaakjes niet weet, staat, weet ik niet. Maar in ieder geval, wat staat er normaal? Staat in rechthoekraakjes als het niet nodig is. Dus in dit geval kan je ook alleen 6 help typen, zonder wat daarachter staat. Maar je kan het wel typen, dan kan je de pagina bijvoorbeeld invoeren. Dus dan E, dan neem pagina 1, pagina 2. Maar je kan ook een command nemen. Dus bijvoorbeeld, ik wil weten hoe game mode werkt. Dan typ ik 6 help game mode. Dan krijg ik de uitleg van hoe je game mode moet invullen als het ware. Welk argument zij allemaal nodig heeft om een correcte command te kunnen uitvoeren. Laten we dan maar alvast gaan naar game mode. Want game mode is eigenlijk een command die veel wordt gebruikt om van game mode te veranderen. Maar welke game modes heb je dan allemaal? Zo heb je game mode, 6 game mode, survival. Nu vul ik dus van die puntgaakjes in, want die moet je invullen. En de rechthoekhaakjes hoef je niet in te vullen. Dus ik vul de mode in, survival. Maar player, dat is niet belangrijk. En wat je daarin zou kunnen vullen, dat weer op de volgende les. Maar 6K mode, survival. Nu zit ik in survival modus. Maar wat is survival modus? Dat is eigenlijk gewoon de modus waarmee je een survival wereld opzag. Logisch, want het survival, niet voor niks. Maar wat kan je? Je kan blokken slopen, je kan doodgaan door monsters, je kan blokken plaatsen. Maar wat kan je? En welke game modes heb je dan allemaal nog meer? Je hebt ook nog game mode creatief op zijn Nederlands. Ja, ik gebruik vaak Engelse termen omdat mijn Minecraft staat ook in het Engels, maar gebruik Minecraft Wiki is veel meer te zoeken in het Engels dan in het Nederlands. En cheats moet je, commands moet je sowieso altijd in het Engels doen. Er bestaan geen commands voor het Nederlands. Dus daarom raak je aan om al die Engelse termen ook te kennen. Maar ik denk niet dat het zo moet zijn. Maar het is nu een creative. Hier heb je zoveel blokken als je maar wilt. En je kan ze kopiëren van de grond. En je kan ze gewoon hier weggooien. En je kan instant sopen. En je hebt alle blokken die je maar wil, heb je bij de hand. En oneindig veel. Je kan dus 4, 6 pakken en dan weer in game mode survival gaan. En dan weer verder swipen. Dus dat is creative. Nu gaan we naar game mode adventure. Dat is direct heel erg op survival. Maar alleen het enige verschil is dat je nu niet kan slopen, opplaatsen. Ja, ik heb nu geen blokje mand, maar
Je kan niks plaatsen in survival. Dat is eigenlijk het enige, maar dat is wel... Mapmakers is al heel handig. Daarmee kan je minigames maken zonder dat mensen een blok gaan kapot maken waardoor minigame kapot gaat. Niet meer werkt. Oké, dan gaan we nu naar de volgende. De volgende game mode. En dat is spectator mode. Wat? Dit is. Dit is gewoon een game mode waarmee je andere mensen kan spectaten. Dus kijken zonder dat jou in de gaten hebben. Want de andere game modes die kunnen jou niet zien in spectator mode. Alleen de mensen die ook in spectator mode kunnen jou zien. Maar dan zien ze alleen maar een hoofd die doorzichtig is. En ik kan mensen teleporteren, maar ik zit nu in een single player wereld. Dus ik kan niet teleporteren. Maar je kan zonder cheats kan je in spectator mode naar mensen teleporteren. Door op mouse wheel te drukken en dan kan je dit selecteren. Maar nee, er zijn geen spelers zoals ik al net zei. En je kan doorblokken. Dat is waar ik het meest voor gebruik. Dat je doorblokken kan. En kan niet dood, behalve als je in de void gaat. En... En monsters volgen jou niet. Dus zo was dan alle game modes. Maar alleen, ik heb nog één probleem. Ik vind het heel lastig om 6 game mode dan spectator mode helemaal moet uittypen. Daarvoor hebben ze heeft Minecraft iets voor verzonnen. Je kan ook een getal invullen in plaats van heel wat woord. Voor survival is het getal dan 0. En voor creative is het getal 1. Nu zit ik in creative mode. Ga ik alles open. En nu zit ik in Avenger mode, ik kan niks plaatsen en niks open. En nu zit ik in Spectator mode met 3. Zo heet elke game mode een getal. Zo hebben, dus vandaag hebben we geleerd. Wat 6 help is dat je daarmee naar andere commands kan zoeken zoals advancement, blokdata, clear enzovoort. Of je kan ook specifiek zeggen welke pagina dat is. En dat is met behulp van argument. En als het van die hoekige haakjes zijn, dan moet je ze erin voeren. Rechthoekige haakjes, dan is maar mag je erbij. Het hoeft niet per se. Maar je kan ook de hele de command invoeren, dan krijg je de command zelf. Hoe die in elkaar zit. En game mode bestaan uit 1 game mode, 4 verschillende game modes, zoals survival, creative, adventure en spectator mode. Maar dat hebben we dus vandaag geleerd en de volgende keer gaan we over 6 keer hebben. Maar dan zie ik je de volgende keer maar weer.